Oh, volgens mij zijn we live. Goedenavond allemaal en leuk dat jullie digitaal aanwezig zijn bij deze online lezing over strijd in middeleeuws Holland. Mijn naam is Iris, ik mag jullie namens mijn werkgever Erfgoedhuis Zuid-Holland welkom heten bij deze lezing. En ik hoor mezelf nu terug, even een berichtje aan de techniek. Ik zou eventueel mijn geluid zelf uit kunnen zetten. Dan kan ik doorpraten wellicht. Ga ik doen. Dan ga ik gewoon vrolijk door. Waar was ik gebleven? Even over het erfgoedhuis wilde ik wat vertellen. Het Erfgoedhuis Zuid-Holland ondersteunt erfgoedinstellingen, gemeenten, vrijwilligers, scholen en burgers die zich inzetten voor het behouden, benutten en het beleven van ons erfgoed. Dus eigenlijk het levend houden van de geschiedenis. En als je nou zelf actief bent in het erfgoedveld, bijvoorbeeld voor je werk of als vrijwilliger, kijk dan vooral ook eens even op de agenda op onze website www.erfgoedhuis-zh.nl. We bieden namelijk een tal van cursussen, bijeenkomsten en workshops aan, die vaak ook gratis zijn voor vrijwilligers. En een deel van onze taak als het erfgoedhuis is om het verhaal van Zuid-Holland te vertellen aan het publiek. Dat doen we onder andere op onze website www.geschiedenisvanzuidholland.nl. Waar lokale verhalen, thema's, tentoonstellingen, maar ook bijvoorbeeld wandelroutes en nog veel meer allemaal te vinden zijn. En deze lezing die hoort eigenlijk daarbij, bij het project Fietsen langs het ontstaan van Holland. En deze fietsauto en wandelroutes zijn ook te vinden op deze website, zoals ik net al zei, geschiedenisvanzuidholland.nl. Dus bekijk die route straks vooral ook eens even en vergeet natuurlijk niet om de provincie in te trekken om ook eens met eigen ogen te bekijken en te beleven wat je hier straks allemaal hoort. Dan even over onze spreker van vanavond. Het is een bekende naam in de archeologiewereld, maar voor wie hem nog niet kent, Evert van Ginkel schrijft al bijna 40 jaar populair wetenschappelijke boeken over archeologische en historische onderwerpen. En hij maakt daar ook samen met collega's exposities en films over met zijn bedrijf TGV Teksten en Presentatie. Mocht je nou tijdens de lezing vragen voor Evert bedenken, dan kun je deze via het formulier onder deze mediaspeler waarop u mij ziet invullen en versturen. Dus eigenlijk op dezelfde pagina waar u nu zit, dan onderaan. En aan het eind van de lezing hopen we nog een beetje tijd over te houden om een aantal binnengekomen vragen aan Evert voor te leggen. En in dit formulier kun je ook terecht als je technische problemen hebt, dan komt iemand je even ondersteunen. Dan rest mij verder eigenlijk niks dan jullie luisterplezier toe te wensen. En Evert, dan geef ik het woord graag aan jou. Dankjewel, Iris. Kijkers in Zuid-Holland, in heel Holland, in het hele land. We zijn 150 man sterk. Welkom. We zenden dit uit live vanuit het Erfgoedhuis Zuid-Holland in Delft, centrum van historisch Holland. En ik mag voor de tweede keer een online lezing geven over een historisch onderwerp. De vorige keer had ik een prehistorisch onderwerp en dat is voor mij net wat makkelijker als archeoloog en prehistoricus. Ik heb het nu over een historisch onderwerp waar ik niet voor heb doorgeleerd, maar door het werk wel wat van te weten ben gekomen. Namelijk middeleeuws Holland en dan de oorlogszuchtige kant daarvan. Wat ik ga vertellen, zoals Iris al zei, komt voort uit het project Fietsen door het ontstaan, langs het ontstaan van Holland, door mijn collega's bij TGV opgesteld. En het is een prelude op een tentoonstellingsproject wat ik samen met collega René Proos volgend jaar ga uitvoeren, Strijd in Graventijd. En dat is ook de door mij zelfstandig veranderde titel van de lezing die ik ga geven. We gaan van start. Ik wens jullie veel genoegen. Er wordt hier op een knopje gedrukt. Daar is die. En er wordt nog een knop gedrukt. En daar kan ik hem zelf ook zien. En als het goed is, zien jullie mij ook ergens in een hoekje. Strijd in Graventijd. Ik begin niet 500 of 1000 jaar geleden. Ik begin 3 jaar geleden. En wel op de grens van Utrecht en Zuid-Holland. Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Leerdam en Zederik, die tot dan toe aan de provincie Zuid-Holland hadden toebehoord, toegevoegd aan Utrecht. En daardoor heeft Utrecht een hele gekke uitstulping gekregen. 30 jaar eerder hadden ze al de gemeente Woerden overgenomen van Zuid-Holland. Er zijn financiële perikelen geweest, weet ik.
Maar verder is dit allemaal in der minne geschikt en is Utrecht wat groter geworden ten opzichte van Holland. Vroeger ging dat wel anders. Er is heel veel gevochten om de grenzen van Holland, en daar staan we zelden bij stil, zo te krijgen zoals ze nu zijn. Als we dit kaartje zien, dan zien we hoe Holland, wat geen eens Holland heette toen. Rond het jaar 1000, hè, dat is dan de min of meer de Zuid-Hollandse kuststrook, stukje Zeeuwse eilanden, dat breidt zich langzamerhand uit tot het linksonderin het graafschap Holland en Zeeland van ongeveer 1400 is. Zeeland zullen we het niet heel veel over hebben in deze lezing. Maar je ziet hoe dat groter is geworden. En die grenzen die zijn vaak met geweld tot stand gekomen. En wel door 500 jaar lang knokken. En daar staan we niet bij stil. Wij beschouwen Holland niet als een schuldig landschap, zoals Armando dat heeft genoemd. Maar er is toch wel rijkelijk wat bloed gevloeid in die tijd. We hebben vooral in Holland gevochten, aan de grenzen van Holland, zoals hier. Dit is zowel in Holland als aan de toenmalige grens. Dit is ten noorden van Alkmaar, de slag bij Vronen in 1297 tegen de West-Friezen. Maar we vochten eigenlijk op allerlei plaatsen, ook daarbuiten. We vochten tegen piraten op de Noordzee en op de Zuiderzee. We vochten tegen de Duitse Hanzen, een concurrent van onze Zuiderzeehavens. We gingen op kruistocht. Onze graaf Floris III is daar zelfs in 1190 in gebleven op een kruistocht. We gingen op kruistocht naar Litouwen. 1344, onze zeer krijgzuchtige graaf Willem IV toog naar Litouwen, waar de mensen ook nog heidens waren, om die te bedwingen en daar een christelijke natie van te maken. Dit is eigenlijk doorgegaan tot in de Bourgondische tijd. Rond 1500 werd het opeens echt helemaal stil. En daarna hebben we nauwelijks meer oorlog gehad in Holland. Ik kan eigenlijk maar 5 keer tellen. Een hele korte episode in 1528, dat Gelderse troepen onder Maarten van Rossum Den Haag komen plunderen, maar daar blijft het bij. Dan hebben we natuurlijk een paar jaar heel harde strijd in Holland, als de 80-jarige oorlog net is uitgebroken. Hier het beleg van Haarlem, waar echt veel bloed is gevloeid. Maar na het beleg van Alkmaar en het beleg van Leiden is het ook wel weer gedaan. En vertrekken de Spanjaarden om eigenlijk niet meer terug te komen. Dan hebben we natuurlijk nog het rampjaar van 1672, uitgebreid herdacht dit jaar, waar ze net de grenzen, de Franse troepen, moordend en plunderend, net de grenzen van Zuid-Holland overschrijden bij Bodegraven en Zwammerdam. Maar dat is ook maar van korte duur. Dan hebben we nog een gekke periode in 1795. Je denkt, daar hangt al een omgekeerde vlag, maar het is de Franse tricolore die is gehesen aan de molen bij Rotterdam. Als de Fransen ons land binnentrekken. Het is overigens de enige periode, de Franse tijd, tussen 1810 en 1813, dat Holland niet meer bestaat als zodanig, maar een deel is van een Frans departement. Wij zijn dan deel van Frankrijk. Dat heeft maar 3 jaar geduurd. En dan hebben we tenslotte nog de episode die hier wat vrolijker wordt afgeschilderd dan jullie meestal zien. De Duitse inval in 1940, die tot 1945 duurt. En daarna hebben wij gelukkig geen oorlog in of om Holland meer gekend. Het was niet dat we ophielden met oorlog voeren. Ter zee bijvoorbeeld, zoals hier voor de kust van Scheveningen in 1653 tegen de Engelsen. We hebben heel veel ter zee gevochten tegen Engelsen, Fransen, Spanjaarden, Chinezen in het Verre Oosten, Portugezen. Iedereen die we ter zee konden aanpakken, dat lieten wij niet na. En we hebben natuurlijk de nodige koloniale oorlogen gevoerd, alleen deed Holland dat zeker niet in zijn eentje. De middeleeuwse geschiedenis is buitengewoon ingewikkeld. We hebben te maken met de mensen die er meer van weten dan ik, die zullen nu grijns toekijken en zeggen, ja, dat weten wij wel, het is goed dat jij het ook weet. Maar het hangt vaak af van personen en gebeurtenissen die buitengewoon met elkaar verstrengeld zijn. Bijvoorbeeld neem de mensen aan wie we ons altijd ophangen, de graven van Holland. Als je kijkt naar de dynastieke verhoudingen die mede bepalen of er vrede of oorlog is, dan word je al heel zenuwachtig. Ik moet dit even voorlezen. Wat we hier zien zijn portretten in de gravenzaal van het stadhuis in Haarlem. Prachtige eind 15e eeuwse portretten.
En u ziet hier rechts Robrecht van Vlaanderen, bijgenaamd de Fries, die getrouwd is met Geertruida van Saksen, de weduwe van Floris de Eerste van Holland en de moeder van het kleine graafje Dirk de Vijfde van Holland. Als u het nog kunt volgen, en dit is eigenlijk nog maar een vrij overzichtelijk geval, Holland is aan alle kanten verknoopt met allerlei belangen, economische belangen, dynastieke belangen, politieke belangen en macht. Dit is de, ja, zo kun je het zien, hè, die lange rij graven van het Hollandse en Henegouwse huis en een aantal jaartallen van wat gebeurt wanneer en wanneer wordt er gevochten, wanneer is er vrede. We mogen niet uit het oog verliezen dat als er gevochten wordt, dat dat ook in de middeleeuwen een buitengewoon moorddadig geheel is, waar veel bloed vloeit op een manier die we gelukkig niet meer gewend zijn. Ik ga daar straks nader op in. Wat weten we nu van die oorlog? Hoe komen we aan onze informatie? We hebben natuurlijk de geschreven bronnen. Dat zijn tot 1300 vaak kronieken, hè, zoals hier de Rijmkroniek van Melis Stoke, die historische gebeurtenissen beschrijft, maar vaak vanuit een propagandistisch standpunt en ook met een literair sausje eroverheen. Prachtig leesvoer overigens, met hele mooie dramatische regels. We zouden daar de hele avond uit kunnen voorlezen, doen we niet. Maar daarnaast hebben we allerlei metabronnen, zoals grafelijke rekeningen, aantekeningen, ook in het buitenland. Er is wel genoeg te vinden. En een heleboel mensen die hebben daar hun broodwinning of hun hobby aan om dat soort documenten uit te pluizen. Daar is het eind niet van in zicht. Maar het is zeker tot 1300 vrij beperkt. Afbeeldingen geldt hetzelfde voor. Holland heeft geen rijke beeldcultuur. De meeste van de meer dan 100 plaatjes die ik straks ga laten zien, komen niet uit Holland, maar uit andere bronnen. En ze zijn wel uit de tijd of verbeelden een Hollandse gebeurtenis. We hebben afbeeldingen zoals deze grafsteen van Willem van Brederode, gevonden bij opgraving in de kerk van Velzen, naar aanleiding waarvan een reconstructie is gemaakt, die jullie straks zullen zien. Mooier nog is dit graf van Jan de Vijfde van Arkel, met zijn echtgenote in de kerk van Gorkum. En we kunnen best wat leren van die grafstenen, omdat ze deze hoge edelen, die tevens ook ridders waren, afbeelden in hun volle wapenrusting. Dat geldt ook voor zegels, zoals deze Nicolaas van Putten, een van de belangrijkste heren onder Floris de Vijfde. En natuurlijk worden ze schematisch afgebeeld, maar wat ze dragen, hun maliënkolder, hun helm, hun schild, hun zwaard, hun beklede paard met pluimen, dat is allemaal wel conform zoals het was. Dan hebben we natuurlijk de archeologie, daar kom ik aan de beurt. Er is niet heel veel archeologisch materiaal vergeleken met de hoeveelheid gevechten waarvan we weten dat ze hebben plaatsgevonden. Eigenlijk is het maar voor de middeleeuwen heel dun gezaaid. En dan moeten er nog grote stukken zijn, zoals deze kanonskogels uit Delft, grote stenen joekels. We zullen er straks nog meer zien, maar al met al kun je er geen museum mee vullen, maar wel een mooie tentoonstelling in de zomer van volgend jaar. Dan staat er natuurlijk nog een hoop overeind uit de middeleeuwen, die wat refereert aan oorlogvoering en dan defensieve oorlogvoering. Nou, dit kent iedereen, het Muiderslot in zijn huidige gedaante. Toen dat onder Floris de Vijfde werd opgericht, zag het er natuurlijk een stuk simpeler uit, maar het bestaat gelukkig nog steeds. Wat al lang niet meer bestaat is Huis te Merwede, een prachtige burcht rond 1300 gebouwd, waarschijnlijk door diezelfde Nicolaas van Putten van wie we daar straks het zegel zagen, maar een goede eeuw later omgetrokken door boze Dordtenaren en sindsdien is het een ruïne. Het is een van de oudste kasteelruïnes die we hebben in Nederland en die altijd als zodanig gewaardeerd is geworden. En van sommige kastelen is helemaal niks meer over, anders dan wat je uit de lucht kunt zien, zoals hier bij Abcoude, wat ook ooit een prachtig kasteel is geweest, meermalen verwoest en tenslotte rond 1860 gesloopt. 1860, 1870 is ook de tijd waarin de defensieve maatregelen rond de steden, de Hollandse steden, hun eind vinden. In de 13e eeuw tot ongeveer 1250 zijn er nauwelijks steden die naam mogen hebben in Holland. Daarna schieten ze
als paddenstoelen uit de grond. Stad na stad krijgt stadsrechten. En dan zijn het eigenlijk kleine plaatsen met een paar duizend inwoners. Maar ze krijgen stadsrechten en één daarvan is zich te mogen verdedigen met een muur. Dit wil niet zeggen dat zodra die stad stadsrechten krijgt, dat er meteen een mooie stenen muur omheen staat. Dat kan jaren, zelfs eeuwen duren. Maar uiteindelijk staat er rond elke stad, zoals hier mijn eigen woonplaats Leiden, een keurige muur met waltorens en stenen poorten. Die zijn voor het grootste deel gesloopt. Af en toe staat er nog wat overeind. 5 minuten van mijn huis staat deze prachtige 15e eeuwse weertoren van de Leidse stadsmuur, de Toren Oostenrijk. En er zijn meer plaatsen in de steden die daar nog net aan herinneren. We hebben een aantal van opgenomen in de zojuist genoemde fietsroute, fiets langs het ontstaan van Holland. Je zou denken dat is weer die toren. Nee, dit is een heel andere toren. Huis Dever bij Lisse, maar hij ziet er wel een beetje hetzelfde uit. En ik zal, zoals Iris daarnet al deed, aan het eind jullie aansporen om daar eens te gaan kijken langs al die plekken waar kastelen hebben gestaan of nog steeds staan. Middeleeuws. De middeleeuwen en zeker de riddertijd in de middeleeuwen zit vol met clichés. Ik ga proberen die te vermijden, maar ik moet ook wel de grote lijn aanhangen. Nou, dit is natuurlijk een bekend cliché. Dit is voor Nederlandse begrippen nog een bekender cliché. Floris, ik denk dat 1 op de 2 Nederlanders die het over Floris de Vijfde heeft, meteen denkt aan Rutger Hauer. Die liggen mijlenver uit elkaar, ook in die tijd. Maar het was wel een ridder en het geeft eigenlijk best een aardig beeld van strijd aan het eind van deze periode. Wat ik ga proberen te vermijden is clichés. Ik ga proberen er wat extra's bij te vertellen. Wat ik zal vermijden, dat is eindeloos ingaan, waar sommigen misschien bang voor zijn, op de dynastieke verwikkelingen rond al die graven en gravinnen en prinsjes en ooms en tantes en zwagers en voogden. Je wordt er helemaal gestoord van als je dat precies zou volgen. Dus ik kom met een paar belangrijke graven en gravinnen over de brug. En dat is dan jullie houvast. Wil je meer lezen? Er is gigantisch veel goede literatuur verschenen in de afgelopen jaren. En morgen dan heeft Henk Jong, een groot kenner van de middeleeuwen, die heeft dan zijn nieuwe boek gepresenteerd in het Rijksmuseum van de Oudheden. Dus hou dat in de gaten. We gaan ten strijde. En dan gaan we eerst eens kijken naar de mensen die de oorlog bepalen, fysiek bepalen. De geharnaste heersers, en met heersers bedoel ik iedereen die bovenaan de maatschappelijke ladder staat. De adel, de zeer hoge adel. Nou, dit is een prachtig symbool, een insigne gevonden in Rotterdam. Een perfect riddertje te paard. Je herkent wat je daar net al op dat zegel zag. De ridder met zijn pothelm, zijn geheven zwaard, zijn schild, zijn bepluimde paard. Ridders, wij zijn gauw geneigd te denken dat edelen en ridders dat hetzelfde zijn. Dat zijn het niet. Niet iedere edelman was een ridder, niet iedere ridder was een edelman. Het ridderschap moest je verdienen door een ingewikkeld systeem van leenmannen, leenheren. Het was omkleed met rituelen, maar belangrijk was dat je een kon vechten. Dat je bereid was te vechten, dat je een erecode van ridderlijkheid in je hield. En dan bedoel ik niet dat je de deur openhield voor een jongvrouw, maar dat je heel hard kon slaan met je zwaard op iedereen. Dat je aan je leenheer trouw was, dat je je medemensen opriep om ten strijde te trekken. En dat je doorbleef vechten tot het bittere einde. Eer is een heel belangrijk begrip in deze tijd. Wie is de baas van al die ridders in Holland? Dat is de graaf. En we zien hier weer zo'n zegel. En dan van de krijgsheer, de krijgsgraaf bij uitstek, Floris de Vijfde. Je zou zeggen, god, dat is een cliché, je komt altijd met Floris de Vijfde. Maar hij is werkelijk heel belangrijk en heel bepalend geweest in de tweede helft. Of eigenlijk het laatste kwart van de 13e eeuw. Hij heeft heel veel van die stadsrechten geschonken, maar dat ging voortdurend met onderhandelingen gepaard. Hij heeft aan alle grenzen gevochten, de noordgrens tegen de West-Friezen, de oostgrens tegen de Utrechters, de zuidgrens tegen die van Vlaanderen. Hij bemoeide zich met de internationale politiek van die dagen. Floris de Vijfde was echt een mannetjesputter en we zullen hem nog vaker tegenkomen. Hij had om zich heen, hij was niet almachtig, het was geen absolute vorst. Hij had rekening te houden met de hoge edelen om hem heen, zoals Willem van Brederode, we zagen daar net zijn grafsteen. Echt een van de hoogste edelen
van het land. Hij claimde ook dat hij familie was van het Hollandse gravenhuis. Daarom heeft hij hier ook zo'n mooie rode leeuw op een geel veld, wel met een balk erdoorheen. Maar laten we zeggen, een tiental van dit soort mensen, daar was Floris toch wel mede van afhankelijk of hij kon slagen in zijn politiek of niet. Had hij die aan zijn zijde, dan kon hij een grote krijgsmacht op de been brengen. Vielen ze van hem af, dan had hij echt een probleem, zoals later tot zijn schade zou blijken. De graaf, daar werden hele hoge eisen aan gesteld. Het was niet alleen een politiek leider, het was ook echt een oorlogsleider. Van de graaf werd verlangd dat hij aan het hoofd van zijn troepen fysiek ten strijde trok. En dat is niet zonder gevolg gebleven. In de eerste 350 jaar het graafschap vanaf het jaar 1000, en dan reken ik een paar slachtoffers van daarvoor nog niet eens mee, zijn van de 20 graven en gravinnen er 8 gesneuveld in de strijd of anderszins omgekomen of ziek geworden op de terugtocht uit een oorlogsgebied. En dat is dus 40% van het aantal graven. Daar kun je nu niet meer bij onze koningen of koninginnen of minister-presidenten mee aankomen. We zien hier de vader van Floris de Vijfde, Willem II, graaf Willem II, koning, Rooms koning Willem II, die hier zijn einde vindt in de slag bij Hoogwoud tegen de West-Friezen. Je ziet een kinkel de hersens inslaan met een knots nadat de Koene Ridder door het ijs is gezakt bij Hoogwoud. Bekend verhaal. Willem II sneuvelt tegen de West-Friezen. Een verre opvolger van hem, geen nazaat. Willem IV, echt een man die alleen maar aan vechten denkt en op kruistocht gaat. Iedereen aanvalt die hem belaagt. Die vindt zijn einde in Friesland als hij een inval in Friesland pleegt. En dan komt hij om in de slag bij Warns. Hier wordt hij door een paar Friezen krachtig doodgeslagen. Ook de edelen die met de graaf meereden in zijn gevolg liepen risico. Dit is het tweede bekende schilderij van heel Nederland, Olivier-schilderij, een paneel. En het zijn 4 broers, alle 4 heren van Montfoort. Die zijn alle 4 gesneuveld in diezelfde slag bij Warns, waar hun graaf Willem IV bij omkomt in 1345. En die worden hier herdacht. Ze staan braaf tegen tot Maria te bidden en ik hoop dat hun zielenheil gewaarborgd is. Ze zijn in ieder geval omgekomen echt in het heetst van de strijd en dit waren hoge edelen. Als je een beetje geluk had, want zo werkte het ook wel weer, dan werd je niet gedood. De Friezen bij Hoogwoud die waren erg geschrokken toen ze merkten dat ze de graaf hadden gedood, want ze hadden hem liever levend gevangen genomen, want dan kon je losgeld vragen. Zoals hier in de beroemde slag bij Vlaardingen, 1018. We zien daar hoog op zijn paard onze beruchte Dirk III zitten. En daar een beetje jammerend wordt gevangen genomen zijn tegenstander, hertog Godfried van Lotharingen. Die wordt echt gevangen genomen om hem daarna te kunnen uitruilen. En als hij dient als hoge gijzelaar. Dat hebben de mensen eigenlijk liever. En naarmate de middeleeuwen vorderen, vinden de edelen en de ridders dat ook eigenlijk het betere om te doen. We zeggen, we zijn edelen onder elkaar, we gaan elkaar niet meer doodslaan. We proberen elkaar gevangen te nemen en dan word je geëntertaind aan een luxe tafel en voor veel goudstukken weer teruggebracht naar waar je vandaan kwam. Dat brengt dus op het feit dat er niet altijd twisten of geschillen met oorlog werden beslecht. Er was ook diplomatie. Als de graaf het even kon, dan vermeed die oorlog. Natuurlijk voerde die wel pressie uit. Hij kon natuurlijk dreigen met oorlog, hij kon de overhand hebben. Maar ja, het kostte een hoop geld, hij liep zelf risico, dus het kon ook wel vermeden worden. Soms komt daar heel veel geld aan te pas, dan kon je mensen omkopen, zal ik maar zeggen, om aan jouw kant te komen staan, een tegenstander. En soms dan ging dat via huwelijken, of eigenlijk heel vaak. Dan trouwde de graaf met het dochtertje van de andere graaf enzovoort, en dan was er weer voor een tijdje vrede gesticht. Dat ging niet altijd goed. Zoals in dit geval, we moeten toch weer even de aantekeningen erbij pakken. Wat we hier zien is daar in het midden in die blauwe jurk gravin Ada van Holland. En links op zijn sterfbed, daar ligt haar vader, Dirk, een van de vele Dirken, Dirk de VI. En zij trouwt om de dynastie van de graaf van Holland goed te houden met de graaf van Loon. Helaas heeft dat een averechts gevecht van gevolg, want iedereen heeft het pest aan de graaf van Loon. En dan breekt rond 1200 de Loonse oorlog uit
En dat is eigenlijk een soort Hollandse burgeroorlog. Dus je moest oppassen hoe je dat aanpakte met die huwelijk. Ik zei er net al over Floris de Vijfde, die speelde ook internationaal een rol. Holland was een gek land. Toen Dirk de Derde in 1018 zijn veldslag bij Vlaardingen uitvocht, waren er misschien 10.000 mensen in heel Holland. En heel Holland is dan eigenlijk kuststreek met een paar riviermondingen erbij en de eerste ontgonnen stukken. In 1300 zijn er al 200.000. En dan nog blijft het een hele smalle strook, een klein stukje land met een hele hoop water. Toch is het internationaal van belang en zijn onze graven verwant, ook weer via huwelijksbanden, aan allerlei vorstenhuizen. We zien hier keizer Hendrik II, de grote tegenspeler van onze Dirk III, van wie Dirk zich los probeert te maken. We zien hier weer onze eigen koning, onze graaf Willem II, die Rooms koning wordt. Dat is nog net geen keizer van het Duitse Rijk, maar is een soort pretendent. Alleen hij sneuvelt daar bij Hoogwoud voordat hij de keizerstroon kan bekleden. Dan hebben we hier Filip IV van Frankrijk, ook een speler in de tijd van Floris. En Floris die maakte fout om zijn kant te kiezen in een conflict en daarbij de Engelse koning, Edward II, in de steek te laten. En dat heeft hij geweten, want Edward die laat hem, wil hem laten ontvoeren, maar het loopt erop uit dat Floris in 1296, zoals jullie allemaal weten, wordt vermoord. Met andere woorden, de graaf probeerde oorlog te vermijden, maar was niet te beroerd om hem te voeren als het moest. En dan deed hij dat ook graag en dan ging hij ook mee. Maar daarnaast had hij allemaal schaakstukken die hij moest verzetten. En hij moet voortdurend bezig zijn geweest met strategische beslissingen maken die niet altijd goed uitpakten. Dit even om een brede context te schetsen en eigenlijk de context eromheen. En we gaan nu kijken naar wat er binnen en aan de grenzen gebeurt. Want dan krijgen we te maken met de eigenlijke oorlog die wij voortdurend voeren. Wij Hollanders. Strijd aan en binnen de grenzen. En dan beginnen we natuurlijk, het is al geweest, met de slag bij Vlaardingen 1018. Een paar jaar geleden uitgebreid gevierd en het wordt nog steeds in de lucht gehouden, vooral door de collega's uit Vlaardingen die dit natuurlijk een uniek selling point vinden. En niet ten onrechte, want er gebeurt nogal wat. Het is wel beschouwd als het begin van Holland, het begin van de Hollandse onafhankelijkheid. Dat is misschien te veel gezegd. Dirk III kun je ook beschouwen als een soort roverhoofdman die probeert zijn eigen zaakje, zijn eigen toko voor elkaar te krijgen. En dan moet hij zich losmaken van het Rijk en van Utrecht, van de bisschop van Utrecht, van wie hij leenman is. Het is niet echt een onafhankelijkheidsoorlog, het is een zelfstandigheidsoorlog. Het is ook niet zo, natuurlijk heeft hij succes, hij heeft een eclatant succes. Hij verslaat met een paar 100 man, waarschijnlijk een groot leger wat vanuit het oosten over de rivier komt aanzakken en dan het natte land ingaat en daar vernietigend wordt verslagen. Alleen 30 jaar later wordt dit allemaal weer teniet gedaan, wordt Holland door diezelfde keizer in Utrecht onder de voet gelopen. En we mogen blij zijn dat we alsnog daarna door verwikkelingen onze zelfstandigheid weer hebben teruggekregen. We hebben 3 grote tegenstanders. De Vlamingen, de Utrechters en de Friezen, / de West-Friezen. We beginnen even met de Vlamingen. Daar kunnen we in de tijd van Dirk heel goed mee opschieten. Dat zijn onze zuiderburen en we hebben het heel aardig geregeld. Maar dat verandert naarmate de Zeeuwse eilanden steeds verder worden ingepolderd, steeds meer opleveren en dus steeds meer geld opleveren, of in ieder geval steeds meer product. En dan gaan ze er met andere ogen naar kijken. En dan wordt het een twistpunt. En dan wordt er vanaf, laten we zeggen, de 12e eeuw, wordt er voortdurend gevochten met de Vlamingen. Vlaanderen is een veel sterker, veel rijker land, veel rijker gewest met een veel langere traditie dan dat hele Holland. Er staan al veel grotere steden enzovoort. Maar de Hollanders die weren zich flink en het wisselt af en aan. Nu winnen de Vlamingen, dan weer winnen de Hollanders. En tenslotte in 1323 wordt een vrede getekend en daarna hebben we geen last meer van elkaar. Maar dan heeft Holland uiteindelijk wel gewonnen en heeft heel Zeeland. Zeeland best dus een belangrijk gewest waar ook belangrijke mensen zitten, zoals de befaamde Wolfert van Borselen, hier weer op zo'n fraai zegel. De zeeuwen spelen echt voortdurend wel mee, al komen ze in mijn verhaal niet heel vaak meer aan bod.
De strijd tegen Vlaanderen, die duurt dus, laten we zeggen, ik heb hem hier opgetekend, 150 jaar. De strijd tegen Utrecht duurt veel langer, die duurt eigenlijk wel 500 jaar. Die duurt eigenlijk de hele periode met tussenpozen. We zien hier een prachtige gouden munt van een van de bisschoppen waar we weinig mee te schaften hadden. Ook weer een Floris van Wevelinkhoven. Dan zijn er eigenlijk helemaal geen moeilijkheden met Utrecht. Maar verder is er voortdurend mot. Dat heeft verschillende redenen. De graven, de opvolgers van Dirk de Derde, die willen die zelfstandigheid krijgen. En dat gaat ten koste van Utrecht, want dat is eigenlijk hun leenheer. De bisschoppen van Utrecht zijn in het begin heel machtig, worden gedekt door de Duitse keizer. Maar op een bepaald moment, ik ga niet op details in, valt dat weg. En dan staan de bisschoppen altijd zwak. Ze kunnen ook geen dynastie opbouwen, want ze hebben geen kinderen. Dus er moet er telkens eentje gekozen worden. En dat is een uitgelezen kans voor de graaf van Holland, maar ook voor de hertog van Gelderland, om eens even lekker op die grenzen van Utrecht in te hakken en daar stukjes van af te snoepen. Bovendien heeft de bisschop te maken met de inwoners van Utrecht stad. Altijd moeilijkheden, altijd gezamenlijk met Utrecht stad. Dus die bisschop, dat is geen benijdenswaardige positie. De bisschop laat een aantal kastelen bouwen langs de Vecht in het grensgebied en die moeten die Hollanders dan tegenhouden. Maar zoals dit kasteel Vreeland, of liever gezegd, de schamele resten daarvan. Uiteindelijk wint Holland, maar die heeft eigenlijk altijd de overhand, hoewel Utrecht zich soms aardig weet te weren. En dat gaat door tot diep in de 15e eeuw. En tegen 1500 pas is dat tot een eind gekomen. Dan hebben we het noordelijk strijdtoneel, de West-Friezen. Wat hebben de West-Friezen nou helemaal verkeerd gedaan? Nou, eigenlijk niet veel. Eigenlijk zijn dat een soort, ja, gewoon buren van Holland, maar naarmate de graven van Holland hun gezag versterken in hun eigen gewest, gaan de West-Friezen zich steeds onafhankelijker gedragen. Dat is een soort boerenrepubliek. En de graven van Holland zeggen, ja, jullie horen eigenlijk bij ons, dus eigenlijk moet je ons belasting betalen, moet je ons troepen leveren. En de West-Friezen zeggen, dat doen wij mooi niet, wij zitten hier goed en kom ons maar halen. En dat gebeurt bij voortduring. Meer dan 150 jaar lang is er oorlog ten noorden van Alkmaar tegen de West-Friezen. De West-Friezen die kunnen soms, dat zijn echt ongelooflijk taaie vechtersbazen. En die trekken soms diep Holland in. En dat gaat af en aan tot ze uiteindelijk in 1297, we zagen er net dat schilderij, dat dramatische schilderij, dan toch vernietigend worden verslagen. Iets ten noorden van Alkmaar, de slag bij Vronen. En wij hadden vorig jaar een tentoonstelling over de makers van Holland. En toen heeft de kunstenaar Niels Gravé heeft dit prachtige schilderij gemaakt waar je het schuldig landschap van Vronen ziet. En jullie kunnen dit niet heel groot zien, maar links zie je nog net de ruïnes van het dorpje waar de slag heeft plaatsgevonden. En heel in de verte, als je goed kijkt, zie je de torens van de dwangburchten die onder Floris de Vijfde, die dan al dood is, zijn gebouwd. Vanaf dat moment is West-Friesland en blijft West-Friesland deel van het graafschap Holland. Het is de Hollanders niet genoeg. Ze denken daarna, West-Friesland hebben we nu, nu moeten we eigenlijk ook gewoon Friesland hebben. Want waarom zouden die niet ons belasting betalen en ons niet trouw beloven? Dus ze steken regelmatig over naar Friesland en de Friezen moeten daar helemaal niets van hebben. En na een paar successen slaan ze hard terug. En in 1345, we hebben hem daarnet al zien omkomen, graaf Willem de Vierde met zijn mannen, worden verpletterend verslagen door een Fries leger bij Warns aan de zuidkust. En die grote steen die daar staat, die herinnert daar nog aan. En de Friezen zijn daar ongelooflijk trots op. En net zoals in Vlaardingen vaak reenactments worden gehouden, doen de Friezen dat ook. Dat duurt maar uiteindelijk 70 jaar, want in 1413 trekken de laatste Hollandse troepen zich terug en komen ze nooit meer terug in Friesland. Is dat ook weer gedaan? Dan krijgen we tenslotte onze eigen interne oorlog, de befaamde Hoekse en Kabeljauwse twisten. Ik zeg jullie bij voorbaat, daar is geen touw aan vast te knopen hoe dat precies in elkaar zit. In grote lijnen is het een partijstrijd. Het is een partijstrijd van hele wisselende groepen mensen. Ik zeg altijd, nou, de Kabeljauwen zijn eigenlijk de wat grotere edelen en die zijn met de steden en de graven verbonden. En de Hoeken die zitten meer op het platteland en dat is de plattelandse adel. Maar dat is geen scherpe grens. Ik heb het met een collega wel vergeleken. Van, waar kun je het nou vergelijken? Ja, ik zeg een beetje misschien met als je de Godfather ziet.
Hoe dat zit met verschillende partijen die elkaar een hele tijd trouw beloven en vervolgens elkaar een mes in de rug steken. Nou, we zien hier een prachtig moment uit de Hoekse en Kabeljauwse twisten. De piepjonge gravin Jacoba van Beieren die komt deelnemen aan het beleg van Gorinchem. We zien haar straks terug. Die strijd die laait soms verschrikkelijk op. Als er een zwakke graaf aan de macht is, dan zien of de Hoeken of de Kabeljauw hun kans en die gaan dan actie ondernemen, die nemen een stad in, die branden wat kastelen plat, die nemen stadsbesturen in gijzeling. En dan slaat de andere partij weer terug en dan stommelen ze tot er een sterke figuur optreedt. Zoals Albrecht van Beieren. Die is een soort zij-instromer in het Hollandse gravenhuis. En die komt echt uit Beieren. Hij heet niet alleen van Beieren, maar hij komt uit Beieren. En hij reist af naar Nederland, spreekt natuurlijk alleen maar Beiers. Maar hij vestigt zich in Den Haag. En heeft het eigenlijk naar zijn zin en hij zegt meteen, we gaan dit eens even tuchtig aanpakken. Dus hij zweeft boven die partijen, hij speelt Hoeken en Kabeljauw tegen elkaar uit. Eigenlijk altijd een beetje aan de Kabeljauwse kant staan. En hij en iedereen die hem die weerstand biedt, die tuchtigt hij. Zoals de burgers van Delft, die moeilijkheden maken. En hij slaat het beleg voor Delft. Nou, de Delftenaren moeten zich overgeven. Dat gaat ook met grote rituelen gepaard, zoals je hier ziet, de Delftenaren knielen. En Albrecht laat voor straf de muren van Delft, hun kostbare muren, omtrekken. En de archeologische collega's in Delft die hebben daar nog steeds plezier van, want die vinden daar de resten van terug. Heel weinig herinnert eraan die 150 jaar burgeroorlog die telkens oplaait en dan weer even inzakt. Ik heb eens gekeken, in die 500 jaar strijd zijn er ongeveer 5 perioden van een jaar of 35, 40, 50, waarin er heel weinig lijkt te gebeuren. Maar over het algemeen is het gemiddeld elke 7 jaar oorlog in Holland. En dat wil zeggen dat er nauwelijks een generatie kan zijn opgegroeid in Holland die niet op de een of andere manier oorlogshandelingen heeft meegemaakt. Nou, hier een eenvoudige steen. Die Hoekse en Kabeljauwse twisten die maakten echt indruk. In Gorinchem, daar is deze steen in 1549 ingemetseld, herinnerend aan wat er op 1 december 1417, dus meer dan 100 jaar eerder, was gebeurd. Toen was een heer van Arkel gesneuveld tijdens dat beleg waar we net Jacoba zagen optreden. En dit is dus een stukje, dit is dan een kabeljauw die sneuvelt in de strijd tegen de Hoekse Jacoba. We gaan nog even door met Jacoba, want dat is een ongelooflijk spannende, maar ook hele tragische figuur. Ze is 16 als ze haar vader opvolgt, de laatste Willem, gestorven aan de gevolg van een hondenbeet. Hoe lullig kun je het krijgen? En zij zit van het begin af aan, wordt ze als jonge vrouw, ik zou haar zeggen, gemietoed door iedereen die een belang denkt te hebben in Holland. Om te beginnen met de meneer die ernaast er staat, haar oom, Jan van Beieren, die misgunt haar die troon. En zij wordt voortdurend onder druk gezet. Telkens vecht ze weer terug, zeer dapper. En ze wordt gesteund door mensen, maar uiteindelijk wint ze het niet. En moet ze het opgeven. En haar neef, Philips de Goede, Philips van Bourgondië, die komt en die neemt de zaak over. En dan komt er de zoen van Delft en dan verzoent hij zich met Jacoba. En dat is eigenlijk het eind van het zelfstandige graafschap Holland. Vanaf Philips wordt alles centraal geregeld en maakt deel uit van een veel grotere politieke entiteit, het Bourgondische Rijk. En Philips die is veel meer een vorst dan zijn voorgangers, die graven. En onder hem komt er eigenlijk ook een voorlopig eind aan die Hoekse en Kabeljauwse twisten. Die laaien nog een keer op in de jaren 80 van de 15e eeuw. Dan wordt er voornamelijk in Utrecht gevochten, maar Holland bemoeit zich daar wel degelijk tegenaan. Dit is geen Hollandse scène, maar ik neem hem toch op omdat hij zo mooi en zo bekend is. Jan van Schaffelaar, een kabeljauw die door Hoeken wordt bestormd en van de toren van Barneveld springt om volgens een kroniek het leven van zijn mannen te redden. Komt er nog één episode, wel in Holland, de Jonker-Fransenoorlog. Een jonker Frans van Brederode die neemt nog één keer de wapens op tegen het centraal gezag. En is dat nou een Hoek of een kabeljauw? Nou, ik kan hem even niet vinden. Ja, het is een Hoek. En hij komt nog één keer in opstand tegen het gezag. En hij werpt zich op als leider van die opstand. Rond Rotterdam en in Zeeland houdt hij 2 jaar flink huis.
sneuvelt uiteindelijk of komt om door zijn wonden. En 2 jaar na zijn dood, in 1492, komt er dan toch eindelijk een eind aan die Hoekse en Kabeljauwse twisten. En daarmee aan alle oorlog in Holland. Tot 1528. We gaan eens even op die oorlogshandelingen in. Het handgemeen, want dat is het. Een middeleeuwse oorlog wordt gevoerd vanuit een mentaliteit die wij, of tenminste verreweg de meeste van ons, niet kennen. Namelijk de wil om, en de mogelijkheid, de concentratie, om iemand in de ogen te kijken en die dan een zwaard in zijn mond te steken. Of een lans dwars door hem heen of zijn hoofd eraf te hakken. Middeleeuwse strijd is echt man tot man gevecht. Tenzij je een boogschutter bent of een kanonier. Maar dan loop je weer andere risico's. Het gaat er dan heel hard aan toe. En omdat de medische stand niet zo vreselijk ontwikkeld is, is de kans dat je het overleeft ook niet zo vreselijk groot. Hoe vechten ze? Nou, deels te paard met lansen of zwaarden. We zien hier, ik had deze een paar maanden geleden in Bordeaux in een museum gefotografeerd. Prachtige plaatjes. Ze illustreren overigens een Romeins geschrift, maar daar gaat het even niet om. Je ziet wel hoe men dat toen zag. En je ziet de vertrokken gezichten van de vluchtende partij en je ziet de afgehouwen hoofden van de gesneuvelden op de grond liggen. Kon ook met zwaarden gaan, dan hakken ze er het stevig tegenaan. Je ziet de paarden al heel boos kijken. En van die zwaarden, daar weten we wel het een en ander van. We hebben een paar mooie bodemvondsten uit Holland. Dit een 12e eeuw zwaard uit Alphen aan de Rijn met een inscriptie van religieuze betekenis. We zullen hem zeker tentoonstellen volgend jaar. En dit minstens zo mooie zwaard van iets later datum, gevonden bij kasteel van Teylingen. Het was de kunst van een zwaardenmaker om zo'n zwaard zo licht mogelijk te maken, zodat je het makkelijk kon hanteren. En er werd ook flink mee geoefend door de soldaat of de ridder. Nou, hier zien we een beroemde middeleeuwse veldslag, weer de tijd van Floris de Vijfde, de slag bij Weuringen, bij Duisburg in de buurt. En je ziet dit allemaal tegelijkertijd gebeuren. Je ziet de lansen, je ziet de zwaarden, je ziet een soort hellebaarden, je ziet kleine bijlen, je ziet de mensen elkaar op de grond afmaken. En rechts zie je hoe iemand krijgsgevangen wordt genomen, een gelukkige ontsnapper. We hebben nog meer moois uit de bodem. Twee wapenhandschoenen, gepantserde handschoenen van ridders. En een klotendolk, vroeger altijd netjes nierdolk genoemd. En de linker is gevonden bij Alphen aan de Rijn. Herinnert aan een beleg, weergehouden ten tijde van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Een veldslag die daar heeft plaatsgevonden in 1425 en 1426. En rechts, die is bij Delft gevonden en dateert ongetwijfeld uit de tijd van het beleg van 1359. Natuurlijk zijn er ook wapens waarmee je kunt schieten. Dat zijn de pijlenboog. De kruisboog was een oude uitvinding die rond 1100 weer opnieuw is uitgevonden. En dat is best een gevaarlijk wapen. Je ziet hier links op de voorgrond zie je hier een kruisboog spannen. Die heeft een krankzinnig doorslagvermogen. Zo'n kruisboog met een bout erop die schiet op enkele tientallen meters dwars door Malie en Kolder heen. Rechts zie je, dit is een plaatje uit de 100-jarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland. Rechts zie je Engelse boogschutters en die hadden zich gespecialiseerd in de longbow, een grote boog waarmee je minder hard kon raken. Maar je kon wel veel en veel sneller schieten. Je kon hele pijlenregens afvuren, waardoor je toch een grotere vuurkracht had. En daar hebben ze hele veldslagen mee gewonnen en die zijn hier ook wel ingezet, Engelse boogschutters. Wie een Engelse boogschutter te pakken kreeg, die sloeg hem meteen dood. Hier zien we een paar van die bouten van kruisboogpijlen, gevonden bij Huis de Rivieren in Schiedam. En ongetwijfeld daar gebruikt bij in 1426, toen daar een plaatselijke actie plaatsvond en het kasteel werd omvergetrokken. Ten slotte het echte geschut. Dat wordt in Holland voor het eerst, voor zover wij weten, ingezet in 1351. Niet op een slagveld, maar op het Buitenhof in Den Haag. Dan worden daar schietgaten gemaakt om kanonnen in te kunnen opstellen. En die stellen in de 14e eeuw nog niet zo gek veel voor. Maar in de 15e eeuw worden echt gevaarlijke wapens waarmee je muren kunt slechten. En dat is eigenlijk het eind van het kasteel en de stadsmuur als weerbaar geheel. We zien hier 2 kanonskogels, een ijzeren exemplaar en een groot stenen exemplaar, ook uit Huis de Rivieren. En hier een sluitstuk, dat was van kleine kanonnen die je van
achteren kon laden met een kruidlading. En dit komt uit Schiedam. Hoe was de gewone soldaat uitgerust? Nou, in het begin is dat toch vooral een maliënkolder. Vanaf het jaar 1000, we zien hier de slag bij Vlaardingen, gere-enact. En je herkent dit eigenlijk als je het tapijt van Bayeux kent. Nou, zo'n schubbenhemd van duizenden aan elkaar geklonken ringetjes. Loodzwaar, maar wel lekker luchtig. Je kunt je er goed in bewegen. Een eenvoudige helm met een neusbeschermer en een lans en een zwaard en een schild. En dan ben je er eigenlijk al. Die maliënkolder ontwikkelt zich steeds meer. Op een bepaald moment krijg je wordt de hele arm bedekt. Dan komt er een borstpanzer tot dan in de 15e eeuw. De volledig bepantserde krijgsman optreedt te paard, maar ook te voet. En dit vereist echt de nodige kunst om zo'n harnas licht en toch heel sterk te krijgen. De soldaten vochten niet alleen tegen elkaar. De ridderlijkheid was soms ver te zoeken. Als er een boerenopstand was, dan werden de slecht bewapende of zelfs ongewapende boeren meedogenloos neergehakt. En we hebben daar natuurlijk een pregnant voorbeeld van uit het noorden van het land. De slag bij Vronen, al eerder aan de orde geweest. Daar is een aantal jaren geleden een deel van het kerkhof van het dorpje opgegraven. En daar zat een aantal schedels en dijbeenderen tussen waar duidelijk op in is gehakt met zwaarden en bijlen. En dit moeten zonder enige twijfel slachtoffers zijn geweest van die veldslag die het Hollandse ridderleger voerde tegen het West-Friese boerenleger. Meestal ging het toch van soldaat tot soldaat. Hoe werd zo'n leger nou geworven? Nou, vooraan stonden inderdaad die ridders en die waren aan de graaf dienst verschuldigd. Heerdienst. De graaf die kon ze oproepen. Dat ging volgens een heel systeem. Dan moest je op bepaalde plaatsen bij elkaar komen. Dan werd je instructies gegeven. Dan moesten de edelen moesten dan hun gevolg erbij halen. Dat waren dan ridders die onder hun dienden. De getrainde, bereden vechtsoldaten. Eigenlijk ja, geen beroepsmilitairen, maar wel mensen die daar volkomen op getraind waren. En die namen dan weer een stel boeren uit de omgeving mee. En dat leidde in het begin tot hele kleine legertjes. Er zijn wat cijfers bekend van de steden die toen ook troepen gingen leveren. Nou, in de 12e eeuw, dan, of in de 13, halverwege de 13e eeuw, dan levert Leiden 25 man. Delft levert 41 man. Dordrecht, grote stad, dan 50. En Gouda, kleine stad, 5. Dat is ruim een anderhalve eeuw later. Zijn die getallen al aanzienlijk toegenomen. En die steden zijn ook flink gegroeid. Want dan heeft Leiden er 400, levert hij aan burger, militairen. Delft 300, Dordrecht 600 en Gouda al 400. En dat komt neer op 7,5% gemiddeld van de geschatte bevolkingsaantallen van die steden. Het komt erop neer dat een graaf een leger van 5, 6, 10.000 man op de been kan brengen als dat moet. Die soldaten moeten 40 dagen dienen. Meer kan ook eigenlijk niet, want het zijn ook vaak boeren en er moet ook doorgewerkt worden. Ze krijgen ook niks betaald. De edelen krijgen nog wel eens een schadevergoeding, maar ze moeten eigenlijk gewoon gratis dienen. Ze krijgen wel vaak te eten van de graaf, maar vaak moeten ze het ook gewoon van het land halen. Ze vechten eigenlijk vanaf maart ongeveer, als het weer een beetje aardig wordt. En dan bij voorkeur inderdaad in de lente en de zomer, maar terug voor augustus, want dan moet er geoogst worden. En de oogst kunnen ze niet missen. Dat is een bekend gegeven, zelfs in 1940 moet Mussolini nog tijdig klaar zijn, omdat een heel groot deel van zijn Italiaanse leger nodig is op het land. En dat is in de middeleeuwen natuurlijk nog aanzienlijk sterker het geval. Toch wordt er ook wel 's winters gevochten. Zoals we weten van Hoogwoud. Dan trekken ze juist omdat alles bevroren is, denken de Hollanders, kom, we trekken over het ijs. Trekken we West-Friesland binnen, dat is makkelijk, hoeven niet over het water. Maar goed, je moet niet met een zware uitrusting, een zwaar paard dat ijs op. Dat leidt tot moeilijkheden. In Holland wordt heel veel gevochten vanaf het water. Holland is natuurlijk een waterrijk land, dit wordt nog wel eens onderschat, maar een groot deel van de Hollandse oorlogen worden over en langs het water gevoerd. Dat begint al bij de slag bij Vlaardingen, die een prachtige, op het tapijt van mijn jeugd geïnspireerde reconstructie van John Rabau. Die het keizerlijke leger met een soort vikingschepen zo de Maas ziet afvaren richting Vlaardingen om daar een amfibische landing uit te voeren. Amfibische landingen, dat komt vaak voor zeeslagen, zoals hier. Je ziet hier twee kogges,
waar de mensen proberen elkaar dood te slaan van af te kochen. Daarom werden die kastelen, die heten ook niet voor niets kastelen, die opbouw zo hoog mogelijk opgebouwd, zodat je op het andere schip van boven naar beneden kon schieten, steken, slaan. Die kochers, daar kon je heel makkelijk een vrachtschip ombouwen tot oorlogsschip. En Amsterdam heeft nog steeds zo'n heer Kogge in zijn wapen staan, compleet met een gewapende man. Dat brengt ons op het verschijnsel van het beleg. We zien hier het beleg van Dordrecht. Dus even kijken voor jullie wanneer dat plaatsvindt. Ik vergis me. Het is wel het beleg van Dordrecht. Door graaf Albrecht. Dit is een 16e eeuwse voorstelling en het aantal troepen is gigantisch overdreven. Hij maakt er echt een enorm tafereel van. Meestal ging dat met wat kleiner gepaard. Maar we weten van het beleg van Utrecht, dat graaf Willem IV in 1345 voor Utrecht slaat, dat hij daar 30.000 man voor meeneemt. Dat is allemaal echt uitvoerig berekend enzovoort. En dan komt er echt een enorm leger die stad belegeren. Als de stad zich overgeeft, dan gaat dat meestal zonder veel bloedvergieten gepaard. Wel met vernederende rituelen. De sleutels worden overgegeven. Hier heb je Willem IV, die nadat hij Utrecht toch tot de overgave heeft gedwongen, ook weer in hun ondergoed geklede Utrechters in genade aanneemt. Die moeten hem smeken. Maar er wordt verder niet gemoord en gebrandschat, zoals in de 80-jarige oorlog wel het geval is. Zo komen we bij de zaken die nog wel te zien zijn in het landschap. En die zijn allemaal van defensieve aard. Heel in het begin hebben we geen kastelen of burchten. We hebben een paar ringwalburgen. Die zijn eigenlijk gebouwd tegen vikingeninvallen. In Rijnsburg heeft er een gelegen. In Oost-Soeburg in Zeeland. Daar is die hele structuur nooit bebouwd geweest. En die zie je vanuit de lucht nog zo liggen. Dan ontstaan er in de 11e eeuw de eerste kleine kastelen. Mottenkastelen. Het zijn vaak houten torentjes op een klein heuveltje. Daarvoor is een voorburg, daar wonen de mensen, maar vanaf die motte die is bedoeld om, als er dan eens een collega ridder komt, om die te kunnen bestoken. Je moet hem tijdelijk kunnen verdedigen. Maar we hebben het dan over hele kleine oorlogjes van een paar honderd man tegen een paar honderd man. Natuurlijk niets van over. Af en toe, zoals hier in de Alblasserwaard, deze Schonenberg, die zie je nog prachtig uitsteken boven het landschap als je hem goed fotografeert. Dan krijgen we een veel zwaarder type burcht, een grote toren in een grote ringmuur, zoals hier de burcht van Oostvoorne. Of de Leidse burcht, in de huidige vorm blijkt nu dat die onder Floris V, wie anders, gebouwd is, maar heeft een oudere voorganger. Staat ook echt op een heuvel, wie Leiden kent, kent dit punt als geen ander, geweldig monument. En hier natuurlijk de ruïne van Teilingen, grote zware toren met zo'n ringwalburcht. En wat zien we hier? Niet zozeer op een heuvel, maar met een hoop water eromheen. Natuurlijk een typisch Hollands verschijnsel. Maak gebruik van dat water. De grond ophogen, dat is lastig, maar een sloot graven, dat wil nog wel. Halverwege de 13e eeuw krijg je dan de befaamde vierkante burchten. Dit is de eerste, Huis de Rivieren in Schiedam. Gerund door een tante van Floris V, gravin Aleid. Je ziet hoe prachtig die is opgenomen in het moderne stadschap van het Schiedamse stadhuis. Ik denk daar anders over, het ding verdwijnt helemaal en hij heeft ooit heel mooi gelegen. Heel mooi ligt nog wel niet verder vandaan de ruïne van Heenvliet. En niet verder vandaan heeft kasteel Valkenstein gestaan, ook zo'n vierkante burcht waar alleen het terrein nog van te zien is. Net als in Noord-Holland de Nieuwendoorn. Het was vroeger een soort prachtig parkje, een soort heemtuin en daar hebben ze een toren bij gezet. Dit moet de beleving stimuleren. Ik weet niet of dat is. Het ligt bij Krabbendam onder Alkmaar of onder Schagen. Ga vooral eens kijken. Huis de Merwede hebben we al gezien. De oudste ruïne van ons land. Altijd een ruïne gebleven en altijd schilderachtig bevonden. Zoals ook in de 17e eeuw. Dan de stadsmuren. Leiden hebben we al gezien. Die zijn allemaal gesloopt. Zo tussen 1860 en 1870 als de Hollandse steden buiten hun muren willen groeien. En je zou het je nu niet kunnen voorstellen, maar we halen die muren allemaal naar beneden. Hier Haarlem in 1870. Enorme middeleeuwse constructies, rücksichtloos omvergehaald. We vinden ze de laatste jaren vaak terug bij opgravingen. Hier in Brielle en hier in Delft, van waar ik jullie toespreek,
bij de aanleg van de spoorzone grote stukken van de muren en van de torens gevonden. Hier de toren van de schoolpoort, die we nog kennen van een 17e eeuwse afbeelding. En door die opgraving zijn we gigantisch veel te weten gekomen over die muren en de wallen. En daaruit zie je meteen dat het een ingewikkeld stelsel is en dat er ook niet sprake is van één stadsmuur, niet van de stadsmuur, maar van een heel historisch gegroeid complex waar bovengronds weinig meer van te zien is. Ja, af en toe een poort, hier ook in Delft, de Oostpoort. Of in Den Haag, de Gevangenpoort. Is echt een poort geweest, Den Haag natuurlijk nooit ommuurd, maar je moest er wel in kunnen komen. Tot 1915 lag hij er zo bij, dan zie je echt, ja, heeft hij echt een poort, poortkarakter. En daarna hebben ze hem doorgebroken. En zo zie je hem nog steeds. Dat leuke torentje is niet uit de middeleeuwen. Het gebouw zelf wel is uit de 14e eeuw. Het torentje heeft koning Willem II eraan toegevoegd, want dat vond hij aardiger en middeleeuwser staan. Bagijnentoren in Delft, net als die Leidse toren die we net zagen, is nog een rest van de stadsmuur die ze hebben laten staan. Hier een soortgelijke Leidse toren. En af en toe dan komt er iets naar boven, en zoals hier in Leiden. En dat restaureren we dan leuk en dan krijg je toch nog weer een monumentje in de stad. Rotterdam, tenslotte, heeft natuurlijk heel weinig historisch meer overeind staan na het verschrikkelijke bombardement van 1940. Des te groter was de verrassing toen bij opgravingen eind jaren 80, bij de aanleg van de spoortunnel, enorme stukken van de 14e eeuwse stadsmuur naar boven kwamen. Je ziet hier de archeoloog in actie, je ziet de huizen van Piet Blom, de kubuswoningen op de achtergrond bij station Blaak. En toen is er gezegd, nou, we hebben zo weinig uit het verleden, we moeten hier wat mee, we moeten die muur moeten we bewaren. Dat kon natuurlijk niet ter plekke, in situ, zoals de archeologen zeggen. Dus tegen aanzienlijke kosten is een stuk muur weggehaald en weer opgebouwd. En als je nu station Blaak bezoekt, dan zie je een stuk van de weer opgemetselde stadsmuur daar boven de sporen hangen. Dit is meteen het eind van onze wandeling door het krijgstoneel Holland, zoals dat 500 jaar lang geweest is. Toen elke 7 jaar oorlog, sindsdien elke 100 jaar oorlog. En laten we vooral hopen dat we de komende 100 jaar ook nog uitzitten. En neem vooral een kijkje als je het fietsboekje downloadt. Je kunt het ook bestellen. Langs de vele punten in Zuid-Holland in ieder geval, waar je dit soort resten nog ziet. En denk dan even aan de mensen die hiervoor hebben geleden. Dankjewel voor je aandacht. Veel dank, Evert. Heel boeiend en onderhoudend je verhaal. Ik vond het reuze interessant. En ook hartstikke mooi beeldmateriaal wat we langs hebben zien komen. En we hebben nog een paar minuutjes, dus ik dacht we kunnen nog een paar vragen gaan doen. Ik heb een vraag binnengekregen van Janneke en zij wil graag weten of het bekend is of er vrouwen waren die een rol speelden tijdens de verschillende oorlogen. En dan denk ik even los van de grafinnen, Jacoba van Beieren hebben we natuurlijk gehoord. Zou je daar een antwoord op kunnen geven? Ik versta je van hieruit niet heel goed, maar ik begrijp dat de vraag is, hebben vrouwen ook een rol gespeeld in die oorlogen? En het antwoord is ja, zeker wel. Vrouwen waren van buitengewoon groot belang bij de ravitaillering van de troepen. De voeding van honderden of zeker duizenden mensen, dat ging niet vanzelf. En daar hebben vrouwen echt wel hun diensten bewezen door inderdaad dat voedsel klaar te maken, te oogsten, te verpakken, mee te sturen. En je zou kunnen zeggen, ze hebben niet gevochten. Dat vind ik niet zo erg, maar ze deden wel degelijk mee. En laten we wel wezen, ze moesten ook natuurlijk een hoop ellende dragen. Als de mannen niet meer terugkwamen uit de strijd, dan moesten zij zorgen voor de boerderij, voor de winkel, voor wat dan ook. Dus vrouwen hebben de oorlog op allerlei mogelijke manieren aan hun lijf ondervonden. Dankjewel. Ik hoop dat je vraag beantwoordt, Janneke. Dan heb ik nog een andere vraag binnengekregen. Hoe en wanneer is het graafschap Holland eigenlijk opgehouden met bestaan? Ha, dat is eigenlijk opgehouden in 1581. Dan wordt de laatste graaf van Holland afgezworen. En je denkt, wie is dat dan? Dat is Philips II, de koning van Spanje. Heb ik altijd geëerd, maar dan niet meer. Die is via is het landsheerschap is op hem overgegaan. En in 1581 wordt hij plechtig afgezworen door de Staten van Holland. En sindsdien is er geen graaf van Holland meer. Wel stadhouders enzovoort, maar die hebben niet meer die graaflijke titel. Duidelijk.
Dan misschien op het allerlaatste had ik zelf nog wel een vraag voor jou. Je had het op het begin over de clichés van de middeleeuwen en dat jij daar niet te veel je wilde aan gaan branden tijdens deze lezing. Ik vroeg me af, als je nou één ding hebt dat je mee wil geven aan de mensen thuis, één cliché die echt niet klopt. En wat moeten de mensen nou echt weten over de middeleeuwen? Dat het, nou ja, dit is al een cliché op zich wat ik nu ga zeggen, dat het een heel andere wereld is met een andere mentaliteit die wij... Daar moet je echt in gaan zitten om die te kunnen volgen. Je hebt het over mensen die zeer sterk gelovig zijn, ook die zeer sterk bijgelovig zijn. Je hebt het over mensen die een hard en taai leven leiden en dus ook ja, minder opzien tegen ja, fysiek geweld en fysiek lijden. Misschien zien ze er erg tegenop, maar ze dragen het meer dan wij het ooit zouden kunnen dragen. Allerlei begrippen die ons een beetje ja, ouderwets voorkomen, ja, misschien ook ouderwets zijn zoals inderdaad, hè, loyaliteit aan de Heer, gehoorzaamheid aan de Heer, het mee moeten vechten, dat is dan ja, vanzelfsprekend, misschien tegen heug en meug, maar ze doen het wel. Ze hebben ook wel aan de andere kant een ongelooflijke veerkracht, want je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat een land wat zodanig geteisterd wordt, hè, jaar in jaar uit, en niet altijd tegelijk, niet aan alle fronten, maar toch regelmatig. Je zou denken hè, dat zo'n stadsmuur wordt verwoest, die kastelen worden omgetrokken, dorpen en steden in brand gestoken. Hoe kom je daar bovenop, fysiek en psychisch? Ja, ze doen het toch telkens. En het graafschap Holland, ondanks die voortdurende strijd, bouwt voortdurend welvaart op. En dan heb ik het over de pre-koloniale tijd. Er komt niets uit Indië of wat dan ook, geen enkele. Ze doen het inderdaad allemaal echt zelf. Natuurlijk ten koste van hun buren, maar ze doen het wel zelf. Het is een taaie tijd. Ik heb wel een zeker ontzag. Ik weet niet of ik het in de middeleeuwen zou mogen. Ik heb wel ontzag voor ze. Okay, dus een bewonderenswaardige veerkrachtigheid, begrijp ik, Vind ik uit wel. Jouw verhaal. Ja, nee, duidelijk. Dank je wel voor je antwoord. Dan is het denk ik tijd om te gaan afsluiten. Dus ik wil iedereen thuis heel erg bedanken voor de aanwezigheid en voor de aandacht. Bekijk dus vooral online nog even de routes over het ontstaan van Holland. Die fiets-, auto- en wandelroutes zijn te vinden op geschiedenisvanzuidholland.nl. Je kunt je op onze website ook abonneren op de nieuwsbrief als je niets wil missen van nieuwe verhalen of bijvoorbeeld een volgende lezing. Dan wens ik iedereen een fijne avond. Mijn naam is mij. Dankjewel Iris. Dankjewel. Dankjewel Evert voor jouw lezing.